hebben het gehad over prijsstrategie en prijstactiek. En we hebben ook alle prijsstrategieën die we hebben binnen het bedrijf hebben we bekeken. Waar we het nog niet over hebben gehad is de tactieken die je toe kan passen bij prijstactiek. Oftewel je prijsstelling op de korte termijn. Er zijn er een aantal voor. Prijsstelling op de korte termijn heeft altijd tot doel je omzet ook op die korte termijn te verhogen. Nou, daar is de mogelijkheid dat je kwantumkorting gaat bieden. Oftewel, je biedt korting op het moment dat mensen veel tegelijk afnemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij groepsreizen of bij groepsreservering hotels. Je biedt een speciale prijs vanwege het feit dat mensen in één keer 20 vliegtuigstoelen kopen of zorgen voor 50 hotelovernachtingen. Dan praten we over kwantumkorting. Een andere mogelijkheid is het bieden van een actiekorting of een promotionele korting. Nou, daar zegt het woord het al, we hebben een actie, we hebben een promotie en daarom is het product goedkoper dan dat het normaal is. Derde mogelijkheid is korting voor non-service. Oftewel, je krijgt een korting op de prijs omdat je een gedeelte van de service niet ontvangen hebt. Dit wordt veel toegepast op het moment dat er een klacht is ingediend. Dus klachtenafhandeling heeft heel vaak als consequentie, ik geef je een korting vanwege het feit dat bepaalde service gemist is. Of dat de hotelkamer niet voldeed aan de verwachtingen die je had mogen hebben voor onze kamer. Wat nog belangrijk is bij de P van prijs is dat je als ondernemer na moet denken over hoe ga ik nu die markt inkomen. Op het moment dat ik als ondernemer met een nieuw product de markt in wil, hoe ga ik dan mijn prijs vaststellen? Er zijn eigenlijk twee tactieken voor. De eerste is de penetratiepolitiek. Je komt met een nieuw product de markt in, maar er zijn al concurrenten met dat product. En je wil eigenlijk gelijk zorgen voor een groot stuk marktaandeel. En dat betekent dat je eigenlijk met de prijs lager gaat zitten dan de concurrenten. Oftewel, je wil de markt penetreren, je wil klanten aan jou binden. En op het moment dat dat gelukt is, dat jij een bepaald marktaandeel hebt behaald, ga je de prijs langzaamaan verhogen. Of als dat niet mogelijk is, omdat de concurrentie ondertussen de prijs heeft laten zakken, dan hou je de prijs al vast. Het voordeel hiervan is dat je heel snel een groot deel van de markt naar je toe kan trekken. Een nadeel is natuurlijk wel dat de winst die je maakt lager is. Andere mogelijkheid is de afroompolitiek. Bij de afroompolitiek beginnen we heel hoog. Dus de prijs is heel hoog op het moment dat het product op de markt komt. En langzaamaan ga jij met de prijs zakken. Deze politiek kan eigenlijk alleen maar op het moment dat je met een heel nieuw product hebt. Iets wat de concurrenten nog niet hebben. Dat zie je heel veel, even buiten de toeristische branche, in de technologie sector. Ja, op het moment dat er nieuwe tv's worden gemaakt met weer scherper beeld, full HD of wat er allemaal nog meer is, zie je dat die tv's in eerste instantie heel veel kosten, zijn heel hoog. En naarmate de concurrenten ook met dit soort producten komen, halen ze langzaamaan steeds iets van de prijs af. Dan praten we over afroompolitiek. Voordeel is dat de winst die je maakt op de eerste producten, die is heel hoog. Het nadeel is dat niet heel veel consumenten direct het product zullen kopen. Ja, die kijken eerst even de kat uit de boom of wachten tot de prijs wat zakt. Daar moet je het dus vooral hebben van de innovators, waar we het veel eerder over gehad hebben. Die zijn vaak bereid die hele hoge prijs voor het product te bepalen. Te betalen, excuus. Binnen ieder assortiment zijn er lokkers en melkkoeien. Lokkers zijn de producten die ik in mijn assortiment opneem om ervoor te zorgen dat de consument naar mij toe gaat komen. Het gaat er dus om mensen de winkel in te krijgen. Op het moment dat ze binnen zijn, dan ga ik ervan uit dat ze nog veel meer producten gaan kopen. Dat zijn alle wekelijkse aanbiedingen in de supermarkt. Daar worden daar ook folders van gemaakt, wordt daar promotie voor gemaakt. Ze willen hier de winkel in hebben, omdat ze weten, op het moment dat je eenmaal in de winkel bent, neem je ook andere producten mee waar we dan nog gewoon wat op verdienen. Andere groep die we hebben binnen dat soort mensen zijn de melkkoeien. En dat zijn echt de producten waar je van moet hebben. Producten die veel verkocht worden, waar winst op gemaakt wordt en die ik ook altijd in mijn assortiment zal houden omdat de mensen daar uiteindelijk voor komen. Als ondernemer kan je vervolgens nog over je prijsstelling nadenken. Er zijn nog twee begrippen die ik met jullie wil behandelen. Full line pricing en price lining. Die lijken heel erg op elkaar, dus verwar ze niet. Full line pricing gaat ervan uit dat je in het hele assortiment een afstemming maakt en dat je dan tevreden bent met het resultaat. Je ziet dat veel gebeuren bij restaurants. Restaurants die willen dat afgestemd hebben op elkaar en die bieden bijvoorbeeld meerdere menus aan tegen dezelfde prijs. Je hebt de keuze. Of de menus worden laag gehouden, maar door de verkoop van de drank wordt de winst gemaakt. Dat doen we bij full line pricing.
Bij pricelining denkt de ondernemer gewoon na over een aantal prijsniveaus die hij wil hebben. Die stelt hij vast en daar doet hij het mee.